Hallo allemaal, ik ben Otto Oemer. Hoe voeg je een watermerk toe aan al je video's? Ook brandingmerk genoemd. Vele video's van YouTubers hebben rechtsonder, hier zo, een watermerk. Als de kijker op dit watermerk klikt, kan deze zich abonneren op je kanaal. Hoe zet je dat watermerklogo op je video's? Je logt in op je Creator Studio. Je gaat naar kanaal en hier staat branding. Je klikt op branding. Ik heb natuurlijk al zo'n YouTube watermerk. Ik ga het mijne verwijderen. En ik begin helemaal opnieuw. Je klikt dus op kanaal, branding en dan komt dit, als je dat nog niet hebt. Watermerk toevoegen. Je klikt op bladeren. Je gaat je watermerk zoeken en ik heb een watermerk gemaakt. Openen. Je klikt op opslaan. Dan krijg je het volgende scherm. En je hebt drie mogelijkheden. Op het einde van de video aangepaste starttijd en volledige video. Ik zet het altijd op volledige video. Volledige video. Je klikt op updaten en het is opgeslagen. Ga je nu naar je eigen video's kijken en naar YouTube. Ik zoek mijn eigen video's op. Otto Oemer. Ik krijg er een heel aantal. Ik klik op dit filmpje. Wie download. Hallo allemaal, ik ben Otto Oemer. Ik ga het even stilzetten. En hier zie je rechtsonder mijn watermerk, het branding logo. Ik ga nu naar een kanaal waar ik nog niet ben op geabonneerd. De persoon die zich wil abonneren moet ingelogd zijn. Dit kanaal heeft zo'n branding logo. Hier zie je dat je kan abonneren. Je klikt erop en je bent geabonneerd. Of je kijker zal geabonneerd zijn. Vind je het filmpje leuk? Geef me dan een thumbs up. Abonneer je op mijn kanaal. Je hebt nu gezien hoe het moet. En deel dit filmpje met je vrienden. Dag!